Digitalisering als kans, dat is de titel van dit online symposium en ook de titel van het advies van de Raad voor Cultuur dat vandaag gepresenteerd wordt. Dit advies gaat over de digitale transformatie van de culturele en creatieve sector. De culturele en creatieve sector maakt een digitale transformatie door. Digitaal cultuuraanbod ontwikkelt zich dan ook tot een steeds waardevollere toevoeging aan de culturele en creatieve praktijk. Een ontwikkeling die versneld werd door de coronacrisis. Maar de digitale transformatie houdt ook inspirerende kansen in voor publieksbereik, verbinding en artistieke ontwikkeling. Nederland heeft daarvoor een ijzersterke uitgangspositie met een uitstekende culturele en creatieve sector, stevige digitale infrastructuur en een innovatieve technologie sector. Hoe kunnen we de digitale transformatie bestendigen en de kansen voor sector en samenleving verzilveren? Daarover gaat het advies Digitalisering als kans, dat de Raad voor Cultuur vandaag presenteert in dit online symposium. Hierover straks meer. Mijn naam is Daan Warnas en graag stel ik mijn gasten zometeen hier aan tafel voor. Maar niet voordat ik jou als deelnemer heb uitgenodigd om via de chatfunctie te reageren en vragen te stellen. Wij zijn namelijk erg benieuwd naar jouw reacties en ervaringen. En we hebben een dedicated online team wat hier in de zaal aanwezig is, dat jullie vragen en opmerkingen zal beantwoorden, reageren en ook door zal spelen aan ons hier aan tafel. En ook leggen we jullie een aantal vragen voor in de vorm van stellingen. En als eerste zijn we eigenlijk benieuwd vanuit welke achtergrond je deelneemt. En de stelling komt als het goed is zo dadelijk in beeld. En daarna komen we dan hierop terug bij ons aan tafel. En als het goed is verschijnt dus nu de stelling wat is je achtergrond. En je kunt dan kiezen uit maker, beleidsmaker, fonds, gemeente, provincie, culturele instelling, publiek, media enzovoort. Oké. Nou, terwijl jullie stemmen ga ik ook even vertellen wat we gaan doen. Ik begin met een introductie van de gasten. Daarna hebben we een toelichting op het advies. Dat doen we uitgebreid. Hebben we ook een aantal praktijkvoorbeelden, aanbevelingen en vindt uiteindelijk de overhandiging van het advies plaats. En hebben we natuurlijk heel veel interactie met jullie aan het einde. Dus blijf ook vooral voor jouw vragen tot en met het einde hangen. Dan wordt het nu tijd om mijn gasten hier aan tafel voor te stellen en welkom te heten. Als eerste Christel Balen. Welkom. Je bent de voorzitter van de Raad voor Cultuur. En de Raad is ook de initiatiefnemer van het advies natuurlijk over digitale transformatie. Waarom dit onderwerp nu agenderen? Wij vonden het de perfecte timing. En eigenlijk om drie redenen. Je zag tijdens de lockdown dat de hele digitalisering versneld doorontwikkeld werd. En dat er heel veel creatieve nieuwe werkvormen ook zijn ontwikkeld. Je zag ook dat het publieksbereik of het gebruik van digitalisering om je publieksbereik te verdiepen en te verbreden, dat het ook een enorme stap kreeg. Maar we zagen ook toen eigenlijk alles weer open ging, dat dat een beetje dreigde weg te glijden, omdat men natuurlijk ook de gewone praktijk gaande wilde houden. En een tweede reden was eigenlijk dat wij het belangrijk vinden, digitalisering gebeurt al langer. Elke sector in de samenleving transformeert. En wij vinden het heel belangrijk dat de sector zelf aan het sturen blijft, zelf de regie blijft voeren, zodanig dat die ontwikkelingen passen bij de makerspraktijk en dat er ook een rechtvaardige verdeling plaats gaat vinden. En we zagen ook enorme kansen. Eigenlijk op het internationale toneel. En dat was de reden dat we een hele brede commissie hebben samengesteld met mensen uit het bedrijfsleven, mensen uit de wetenschap, mensen uit de praktijk. En ik wil ze ook bij naam noemen en danken, want we weten dat het af en toe een bumpy road was. Daar zal je nog meer over horen. Maar we zijn ontzettend blij met wat eruit is gekomen. De commissie stond onder leiding van Ilona Haier. Verder zaten erin Emily Gordenker, Edo Regini, hier ook aan tafel, Henka Maduro, Wouter van Ransbeek, Alexander Ribbink en Lisbeth van Zomer. Nou, dankjewel voor die introductie. Zometeen komen we natuurlijk ook nog uitgebreid bij je terug. Stel ik ook even de tweede gast aan je voor. Dat is Ilona Haier. Ja, je zei het al, Christel. Je hebt brede ervaring in het internationale bedrijfsleven. Onder andere bij de Boston Consulting Group en als divisiedirecteur bij DSM. Je bent ook actief als toezichthouder in de culturele sector en als voorzitter van de commissie Digitale Transformatie. Dus ook hier het advies voorbereid. Eigenlijk is mijn vraag, waarom heb je daar ja tegen gezegd? Ja. Heb je als man? Nee, zeker niet. Okay. Mijn hart ligt absoluut in deze sector. Dus dat is denk ik mijn grootste reden. En ik ben sinds een aantal jaren actiever in de sector ook. Tijdens COVID ook
Met Cultuur in Actie onder meer, waar ik ook de economische kant van de sector heb belicht en benadrukt. Wat sommige mensen nog wel eens vergeten is hoe groot het economisch belang van deze hele sector in Nederland eigenlijk is. En dat het naast een gesubsidieerd deel een heel groot ook ongesubsidieerd zelfstandig deel, noem ik het dan maar even, heeft. En daarnaast, digitalisering is een onderwerp wat denk ik ons allen raakt. Of we dat leuk vinden of niet leuk vinden, is allemaal debatable, zeg maar. Maar dat bij elkaar genomen vond ik het een hele eer eigenlijk om gevraagd te worden. Dus heb ik het graag gedaan. Mooi zo. Nou, welkom. We gaan jou ook zo veel horen. En dan stel ik graag ook nog mijn derde gast aan jou thuis voor. Dat is namelijk Edo Righini, directeur van muziekgebouw Frits Philips in Eindhoven. En voorheen onder meer adjunct-directeur van het Conservatorium van Amsterdam. En met jou zullen we ook straks ingaan op vooral praktijkvoorbeelden en de mogelijkheden van digitalisering in de culturele praktijk. En ik heb eigenlijk voor jou dezelfde vraag. Waarom heb je ja gezegd? Ten eerste vond ik een zeer plezierige traject om samen te werken met deze deskundige. Sinds 2013 ben ik eigenlijk betrokken bij het onderzoeken welke waarde kan digitalisering brengen in de culturele en creatieve sector. En wat je wel merkt is dat natuurlijk door corona, door de health crisis de afgelopen 2 jaar, een enorme digitalisering heeft een enorme boost gekregen, hè, for an obvious reason. Maar digitalisering bestaat veel langer. De afgelopen 20 jaar is ook steeds meer deel van onze dagelijks leven. Iedereen heeft een mobiel en is digitally aware of connected. Dat betekent eigenlijk de verwachtingen van het publiek, maar ook van de makers, is onbewust gestegen. Dus dat lijkt me een enorme belangrijke punt. Op welke manier eigenlijk is, kunnen wij als culturele sector een toegevoegde waarde bieden voor onze gebruikers, dat eigenlijk bewuste onbewuste hebben ook ontwikkel andere verwachtingen ten opzichte van digitaliseren. En dat gaat over Internet of Things tot het met online shoppen. Ja, dat zijn best veel onderdelen van het dagelijks leven. Ja, dat culturele sector kan niet achterblijven, maar moet zich ook bewust worden dat de verwachtingen van het publiek veranderen. En daardoor probeer ik op deze manier ook mijn steentje bij te dragen. Precies, het is nodig. Nou, dankjewel. Ook fijn dat je er bent. In de tussentijd ben ik benieuwd of ik al de resultaten van de online stelling kan zien. Alles wat jullie aan vragen en opmerkingen typen, daar zit altijd enige vertraging tussen. Maar er zit wel een team klaar, dus dat komt steeds bij mij binnen. Hier op de tablet. Het is allemaal heel modern. Ik zie ook dat er veel mensen kijken. Daar word ik erg blij van. Er is veel gestemd. Even kijken en dan ga ik kijken. 41% van de mensen, want jullie kunnen die resultaten hier niet zien, die werkt bij een culturele instelling. Dus dat is een groot deel van de kijkers. Heel veel overigen hebben we ook, 22%. Dus dat zijn overige medewerkers die weer niet werken als maker, beleidsmaker enzovoort. Makers ook nog 10% en ook veel uit andere sectoren. En 5% zie ik nog uit de media en 5% bij een fonds. Dus het is breed verspreid. In ieder geval een grote kijkersgroep die nu bij ons is. Ja. Heel fijn. En ook leuk als je terugkijkt natuurlijk. Dan gaan we door met, even kijken. Ja, het advies zelf. Natuurlijk niet onbelangrijk. Want ik heb hem al 2 keer in beeld laten zien. En de vraag is eigenlijk, ja, wat was nou eigenlijk de vraagstelling aan de adviescommissie? Wij hadden eigenlijk 3 elementen in de opdracht. De eerste was, wat is er eigenlijk nodig? Welke maatregelen zijn er nodig op de korte en de middellange termijn? Om ervoor te zorgen dat die digitale transformatie, dat je die duurzaam verder kan zetten. En heel specifiek dan ook de vraag, wat kan de overheid doen? Of wat zou de overheid moeten doen? Om enerzijds te helpen om die kansen te verzilveren en anderzijds om de knelpunten op te lossen. En het kader, zo je wil, is altijd bij ons. Hoe kan dan digitale transformatie helpen bij de realisatie van de 4 beleidsdoelstellingen rond cultuur die de Raad zich al eerder heeft gesteld? Namelijk, hoe kan het helpen bij talentontwikkeling? Hoe kan het helpen bij publieksbereik? Wat doet het voor diversiteit en inclusie? Maar wat doet het ook voor de artistieke vrijheid en de maatschappelijke verantwoordelijkheid?
En wij realiseerden ons dat het best een brede opdracht was. Maar daarmee geef je de commissie ook de ruimte om zelf tot een focus te komen. Mm-hmm. En daar kan Ilona ongetwijfeld meer over zeggen. Ja, ja, dan is eigenlijk mijn vraag, hoe ga je dan te werk? Hoe dan? Ja, dat was ook echt even de vraag. Ja. Want het is inderdaad een breed begrip. Dus we hebben in ieder geval niet getracht om het begrip digitalisering te definiëren. We hebben gekozen voor digitale transformatie. En dan nog is het een hele brede, mogelijk hele brede vijver waarin je vist. Dus wat we hebben gedaan, we hebben als commissie ervoor gekozen om een creatieketen te definiëren. En daarin, of die hebben wij als kapstok gebruikt voor de aanpak. En dan moet je denken dat de keten gaat van educatie tot en met publiek en archief. En dat er een aantal onderwerpen zijn die daardoor heen spelen. Die voor elke stap in zo'n creatieketen van belang zijn. Maar ook voor elke sector en subsector in de culturele sector. En dan moet je denken aan financiën, auteursrechten, techniek. Maar ook de rol van de overheid, wel of niet. En daarmee hebben wij getracht een soort kapstok aanpak structuur te creëren voor vervolgens het werk wat we hebben gedaan. En dat werk is toen langs die creatieketen gebeurd. Mm-hmm. Dus we hebben per stap geprobeerd heel veel te begrijpen rondom digitale transformatie. Langs die onderwerpen die voor iedereen gelden. En dan ook nog per subsector in de culturele sector. Dus je kunt je voorstellen dat wij als commissie best even hebben gedacht af en toe, dit is heel veel werk. Mm-hmm. En dat zo goed en zo kwaad als we konden in beeld hebben gebracht. En daarbij ook gebruik gemaakt van heel veel onderzoek wat er al is. Zowel in Nederland, van subsectoren, van DEN, van ook buiten de sector onderzoeken over überhaupt de digitalisering. Neem het rapport van TechLeap, wat voor de zomer net is uitgekomen. En we hebben ook naar het buitenland gekeken, van wat gebeurt daar. En neem bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk. Nou, daar komen we misschien zo meteen nog op. Mm-hmm. Maar die creatieketen en die subsector hebben eigenlijk als leidraad gediend. Waar moet je beginnen? En jullie hebben ook gewerkt dus met die creatieketen. Ja, precies. Dus we hebben toen gekeken van wat zijn de vragen, of wat kunnen de vragen zijn per stap in zo'n creatieketen die eigenlijk nu de creatieketen in de culturele sector is voor velen. Overigens kwamen we ook tegen, om al een voorschot te nemen, dat die keten al zich wel eens helemaal veranderd kan worden. Hè, publiek kan maken worden, productie en distributie gebeurt op hetzelfde moment. Nou, je kunt je daar vast van alles bij voorstellen. Mm-hmm. Maar we hebben getracht om een soort deep dive te doen op die stappen van wat gebeurt daar nu. Omdat ook per subsector, of het bibliotheken zijn, of dans, podiumkunsten of andere subsectoren ook te betrekken en te begrijpen. En dan ook de onderliggende onderwerpen of bovenliggende onderwerpen als auteursrechten, businessmodellen, financiën, financiële middelen, technische infrastructuur. Dus daarmee, ook al hebben we het een structuur gevonden, was het nog steeds een grote opdracht. Mm-hmm. En we hebben, ik geloof iets van 30 plus gesprekken gevoerd, ook zelf als commissieleden, door de sectoren en de creatieketen heen. Oké. Okay. Ja, en dat hebben we de afgelopen 6 maanden ongeveer gedaan. Ik wou net zeggen, want het is zo breed en zo veel. Dus het is best wel knap dat je dat dan nog ergens kan kokeren en op een gegeven moment een rode draad kan gaan zien. Ja, nou dat is de uitdaging eigenlijk echt geweest. Dus daar zijn ook veel gesprekken over gevoerd, ook binnen de commissie. Ook meerdere gesprekken met dezelfde partijen. Wellicht, en excuses op voorhand, zij hebben ook mensen gemist. Want het is een heel groot onderwerp, een heel breed onderwerp. Ja. Dus als we straks kijken naar de aanbevelingen, dan zien we ook dat daar hele specifieke gefocuste aanbevelingen in zitten en ook veel grotere, bredere. Ja, en dat is wel een reflectie van het onderwerp waar we het over hebben, denk ik. Ja, ja. En tussen al die gesprekken, en je hebt natuurlijk heel veel daarvan weer gedocumenteerd, wat zijn dan observaties of opvallende dingen die heel vaak terug zijn gekeerd? Ja, nou, ik zeg altijd, ik ben niet van de sector, dus ik kom een beetje als buitenstaander binnen, hè, vanuit het bedrijfsleven. Dus misschien heb ik er ook nog wel anderen dan misschien een Edo of Christel hebben.
Dus voel vrij. Kijk, ik zei net al, mijn hart ligt bij de sector. En ik blijf het een bruisende, creatieve, oplossingsgerichte sector vinden. Ik bedoel, we weten allemaal, het heeft veel voor de kiezer gehad in COVID. En ook daarvoor door allerlei verschuivingen in financiële structuren al zo'n 10 jaar geleden. En toch blijft die sector overeind. En toch even mijn stokpaardje. Mm-hmm. Als je naar Nederland kijkt, dan zijn 10% van alle MKB-bedrijven komen uit de culturele creatieve sector. Het bruto binnenlands product is even groot als de bouwsector en de landbouw als je daar de export niet meeneemt. Zo'n 4,5-5% van de werkgelegenheid ligt in deze sector. Dat vergeten mensen wel eens. En het is gewoon een robuuste sector. Dat heb ik ook nu weer zelf ervaren en gezien. Af en toe vind ik het ook een sector die wat versnipperd is. En die een klein beetje navelstaterig kan zijn. In die zin dat er gebeurt ook veel buiten de sector. En zeker op het vlak van digitalisering. Mm-hmm. Er zijn natuurlijk heel veel grote bedrijven die we allemaal kennen. Die al heel ver zijn. En dat moeten we ook niet vergeten. En dat is soms ook een uitdaging geweest voor ons als commissie. Om te kijken, waar zitten dan de mogelijkheden en waarom zou een sector of een subsector dat dan wel of niet willen of aangaan? En hoe zouden we dat eventueel kunnen overkomen? Ja. Nou, om maar een paar te noemen. Ja, nou, Christel, heb je daar een eerste reactie als je dat zo op die manier hoort? Zeker, en ook nog met aanvulling, want ik herken het beeld. En wij pleiten ook voor samenwerking in de sector, omdat wij denken dat de grote uitdagingen, die kan je alleen maar aan als je dat gaat doen. Iets wat ons ook zeer aan het hart ligt, is dat als we dit pad willen gaan wandelen, dat je moet kijken naar skills en expertise. Maar daar zullen jullie denk ik ook nog wel wat over zeggen. En wat ook heel belangrijk is, gedeelde faciliteiten. Omdat ook in de gesprekken die wij voeren, mensen willen wel, maar ze hebben vaak niet de infrastructuur. Dus het element infrastructuur is ook een belangrijk element in de gesprekken, denk ik. En ook in de voorstellen die nu neerliggen, ja. Ja. Oké. Okay. Nou, voordat we verder gaan, wil ik eigenlijk meteen aan jou als kijker weer een stelling voorleggen. En die stelling gaan we zo meteen ook weer bespreken. Misschien ook wel later in dit symposium. En die stelling die luidt: digitale technieken zijn een waardevolle aanvulling van het cultuuraanbod. De toekomst is hybride. Nou, dan kun je weer stemmen voor helemaal eens, geen mening, oneens of helemaal oneens. En daar komen we op terug. En ik wil het juist nu al vragen aan jou, omdat ja, jullie natuurlijk daar ook bevindingen over hebben. Met enige nuance. Dus daar gaan we dan ook nog dieper in duiken. Want ja, terwijl jullie aan het stemmen zijn, wil ik ook nog wel vragen. En eigenlijk aan jullie allebei, Christel en Ilona. Waarom is nou die digitale transformatie zo'n grote kans? En voor wie? Nou, het is een grote kans, denken wij, maar daar kan Ilona zo meteen ook wat meer over zeggen. Eigenlijk zowel voor de makerspraktijk, hè, dus voor nieuwe kunstvormen die je zag ontstaan, voor het publieksbereik, omdat je het verdiept, de publiekservaring, door bijvoorbeeld korte clips zagen we, interviews met dansers, met muzici. Een korte demo of een docu over materiaalgebruik rond een tentoonstelling. En ondanks alle goede bedoelingen die je vaak hebt als je dit live doet, dat schiet er eigenlijk live meestal over. Dus dat was, denk ik, een mooie aanvulling. En wij denken ook dat je een relatie moet leggen tussen digitalisering en duurzaamheid. En dat is een balans die we zullen moeten gaan slaan. Dus je kan ervoor kiezen om niet meer te reizen, veel minder te reizen met grote gezelschappen. Deels te vervangen door digitalisering. Maar dan is natuurlijk ook de vraag, hoe duurzaam is digitalisering? Dus dat zijn ingewikkelde dilemma's, maar die wel op tafel moeten komen. En wij vonden het ook heel interessant om te als je verder kijkt, wat is dan eigenlijk die stip op de horizon? Dat is, wat is je big, hairy, audacious goal? Mm-hmm. En daar hebben wij, hebben jullie eigenlijk een hele mooie voorzet voor gedaan. Dus daar geef ik jou graag het woord over. Ja, wat is de kans? Ik denk, we leven in een digitale maatschappij. En iedereen is zoekende in wat dat betekent. Of dat nou dagelijks is,
hoe je je boodschappen doet, of hoe je andere dingen koopt, of wat je allemaal op je telefoon doet. Of ik denk, voor welke sector dan ook, is er van alles gaande waar we ook soms nog niet van weten. Waar gaat het naartoe? En wat moeten we ermee? Wat willen we ermee? Wat kunnen we ermee? En dat geldt ook in deze sector. En dus zijn er ook niet alleen maar definitieve antwoorden ergens op te geven. Het is gewoon een groter plaatje en een groot proces waar we allemaal in zitten. Dus dat even vooraf, denk ik. Dus het blijft ook zoeken. En het verandert ook nog eens een keer zo snel dat het volgend jaar enzovoort, dat zal nog wel zo blijven. En het mooie is aan deze sector, denk ik wel, dat wat ik net zei, het is zo'n wendbare, weerbare sector en zo'n creatieve sector. En als je dat koppelt aan een aantal zaken waar Nederland goed in is, hè, en dan kijken we naar toch technologie in de regio Eindhoven, gaming, muziek, onze DJ's, onze architecten, onze designers, musea die we hebben in Nederland van wereldfaam. Als je dat nou eens ook zou kunnen bundelen, die krachten, en dan had ik het net ook al even over de economische slagkracht van deze sector. Als je die ook nog eens kunt bundelen met het bedrijfsleven, met de technologie sector, met deze andere sectoren, en dat OCMW en EZ eens de handen ineens slaan op dit vlak, dan denk ik dat er als Nederland ook nog heel veel te winnen is. En dat kan zijn weerslag bijvoorbeeld krijgen in iets als een Food Valley, wat van wereldfaam is in Nederland. Ik bedoel, de wereld kijkt naar Wageningen en omstreken in ontwikkeling in de voedselindustrie. Daar kom ik dan toevallig uit, dus ik heb daar zelf ervaring mee en zit daar middenin. Maar dat geldt ook voor de Biotech Campus in Delft. Dat geldt ook voor Brainport in Eindhoven. En als we daar de samenwerking, zoals Christel ook aangaf, kunnen vinden, dan ontsluit dat denk ik een hele hoop. Namelijk talentontwikkeling, kennisontwikkeling, experiment, kruisbestuiving, hybride participatievormen, economische slagkracht, dat mag ook wel gezegd worden, kostendeling, toegankelijkheid voor ook kleine en kleinere partijen om dingen te maken, omdat daar ergens een schaalgrootte is waardoor de kosten per uur of per eenheid omlaag gaan. En het bedrijven stageplekken kunnen aanbieden, talent kan ontwikkelen. We misschien ook talent naar de culturele sector kunnen aantrekken. En dus ja, ik en nogmaals ook refererend aan het rapport van TechLeap van voor de zomer, die eigenlijk ook zoiets zeggen. Als daar nu ook de handen in één worden geslagen, ja, dan denk ik dat zal overigens best complex zijn. Dat zal best een grote uitdaging zijn. Dat zal ook best even duren. Dat zeg ik allemaal niet. Maar ik denk ook dat daar gewoon een enorm potentieel ligt. En dat is iets wat wij ook in de afgelopen 6 maanden als commissie zijn tegengekomen. En ja, dat vind ik wel spannend. Ja, absoluut. Als een van de aanbevelingen die we hebben. Maar goed, ja, het is dus een veerkrachtige sector, er is heel veel mogelijk. Maar goed, ik kan me voorstellen, dan kijk ik misschien eerder weer naar Christel, van ja, er zijn ook risico's. Zeker. Maar ik weet niet hoe ver we zijn met de digitale update, maar het is misschien fijn als de sheet met de aanbevelingen in beeld kan komen. En dat jij ons langs de aanbevelingen kort wandelt. Want de hub heb je net toegelicht. Mm-hmm. Ja, maar er is natuurlijk nog veel meer in dit advies. Ja, zeker. Ja. Dan springen we daar even naartoe. Gaan we naar de hub, ja, dat is goed. In ieder geval naar de aanbevelingen. Dus wat wij uiteindelijk hebben gedaan als commissie is de aanbevelingen die bovenkomen, kwamen borrelen, noem ik het dan maar even, geprobeerd weer te geven op een manier waarbij we zeggen, nou, er zijn een aantal sectorspecifieke of sectorbrede aanbevelingen. En er is met name één, zeg maar, sectoroverstijgende aanbeveling. Dus die geldt dan voor meerdere industrieën. Dat was de hub waar ik eigenlijk net aan refereerde. Mm-hmm. En de aanbevelingen kosten meer en minder inspanning. Sommige dingen zijn wat makkelijker te realiseren en wat kortere termijn of met minder geld of met minder partijen. En een aantal zijn wat complexer en wat groter of wat kostbaarder. En zo hebben we dat in kaart gebracht. En in totaal hebben we 6 aanbevelingen
gegeven. Die dus variëren van... Nou, zeg maar, aan de ene kant kan het subsidie-instrumentarium aangepast worden op een digitale wereld. Tot wat kunnen we als Nederland aan krachten bundelen op de digitale wereld. Nou ja, daar, zoals je begrijpt, weer terug naar dat brede onderwerp. Mm-hmm. Dus, ja, dat zie je ook weer terug in de aanbevelingen. Precies. Oké. Nou ja, we kunnen daar nog in doorgaan, maar ik wil heel even nog stil zijn bij het resultaat van de poll. Die is net binnengekomen. Dus is nou hybride al dan niet voor de toekomst, met jullie goedkeuring? En het mooie is, 48% is het daar helemaal mee eens. En 36% is het daar gewoon mee eens. En 10% heeft geen mening. En 4% is het niet eens. En dat vind ik gewoon interessant om even te benoemen. En dan gaan we zo natuurlijk in die aanbevelingen ook nog even doorheen. Maar dat roept natuurlijk ook de vraag op van ja, misschien zijn jongeren meer online. Maar is het dan ook een vervanging? Hè? Als je alles online, stel dat je zegt, nou we doen die theatervoorstelling gewoon lekker online. Dat is mooi. Dat is dat, ja. Nee, die vraag die krijgen wij voortdurend bij de Raad. Ook toen dit advies op het werkprogramma kwam. Mm-hmm. En ik kan iedereen geruststellen, dit is geen vervanging. Oké. Ja, we willen het ook best op de site zetten. Dit is geen vervanging. Okay. Wij denken dat het een heel welkome aanvulling is, sowieso. Okay. En wij denken ook dat het echt kan leiden tot nieuwe vormen. En dat het een aantal... Ja, dat het ook een hulpmiddel is voor heel veel dingen. Maar daar kan Edo zo meteen inderdaad wat over zeggen. Dus, maar voor alle kijkers in en buiten de zaal, het is geen vervanging. Het is geen vervanging, oké. Okay. Nou, dat is goed om dat ook nog even als toelichting op die polvraag te horen. Misschien is de matrix ook wel even in beeld geweest. Daar staan dus een zestal aanbevelingen op. Je hebt het net al even gehad over die hubfunctie. Die matrix, hij was net even in beeld met die zes nummers. Ja, daar zijn verschillende stappen voor nodig om dus te komen bij uiteindelijk die hubfunctie. Wat is dan de meest urgente maatregel? Er zijn denk ik 2-3 meest urgente maatregelen. Eén is, dat stellen jullie ook voor, maak een strategische digitaliseringsagenda, omdat dat koers geeft. En die zou er eigenlijk toch wel binnen een jaar moeten liggen. En die is ook voor de Raad relevant, omdat wij aan het nadenken zijn over het nieuwe bestel. En er natuurlijk ook een relatie ligt met het doordenken van een nieuw bestel in uitvoeringspraktijk rond subsidieverstrekking bijvoorbeeld. Maar ook hoe weeg je digitale innovatie in een plan dat iemand indient. Dus dat is een belangrijke. De tweede belangrijke is eigenlijk het nadenken over die digitale infrastructuur. En daar zijn, we hoeven niet van scratch te beginnen. Dus er zijn, dat leggen jullie ook bloot, eigenlijk in alle delen van Nederland zijn er al wel bestaande praktijknetwerken of samenwerkingen. Maar ze zijn vaak wel een beetje onder de radar. Dus een van de aanbevelingen is, breng dat nu naar boven, kijk wat er overal is. En de derde is, ga nadenken over die hub. En dan moet je dus met heel veel partijen gaan praten. Want alleen dit advies nu, hoe zeggen we het, de wereld insturen, zal niet voldoende zijn. Nee, omdat het is complex en het is heel beloftevol. En daarvoor moet je het gesprek aangaan met mensen, spelers in het veld, met de makers, maar ook met mensen buiten de sector. Dus dat zijn voor ons eigenlijk de drie elementen die er in termen van wat doe je morgen, die er voor ons uitspringen nu. Ja, precies. Nou, en ik denk dat ook het subsidie-instrumentarium daar wel dichtbij zit. Omdat dat ook iets is waar vrij snel naar gekeken kan worden. En voor veel partijen in de gesubsidieerde deel van de sector heel erg van belang is. Hè? Ja. Dus dat streams nu niet worden meegeteld met publieksbereik is natuurlijk eigenlijk heel raar. Hè? Terwijl dat zo'n grote rol heeft gespeeld, zeker in COVID-tijd, maar ook waarschijnlijk naar de toekomst toe. Hè? Dus hoe incentiveer je dan met je subsidie-instrumentarium en wat voor incentives geef je dan? Dus ik denk dat daar de Raad ook dat ook heel erg herkent en dat het ook dicht tegen die urgente aanbevelingen aan zit. Ja. En ook onderdeel van je bestelherziening. Ja, precies. En dus wat betekent het voor het instrumentarium dat we nu hanteren? Wat betekent het voor de samenstelling van commissies? Ja. Wat betekent het voor de criteria? Dus dat nemen we inderdaad op korte termijn ook mee. Ja. Ja.
Nou ja, nu is het natuurlijk zo met het plaatje van die matrix erbij. Dat ik denk, we hebben een soort overzicht. Dus we beginnen met 6 en dan gaan we naar 5. En we hebben 1 ook nog gehad. Ik wilde eigenlijk ook nog even naar nummer 2. Misschien kun jij daar iets over vertellen, Edo. Het digitale platform Verken dat eens. Ja, natuurlijk hebben wij verschillende gesprekken gevoerd. Misschien, Ilona, wil jij een korte introductie geven over ook de, wat... natuurlijk, wat is een platform? En waarom staat het daarop? Is een interessante vraag voordat wij inhoudelijk gaan kijken. Wat kan een platform? En misschien ook terugkomen op jouw vraag. Wordt alles weer digitaal of niet? Misschien een kleine inleiding, een antwoord, aanvulling op wat we verteld hebben. Corona heeft een natuurlijke is zeer aanwezig geweest in onze leven de afgelopen 2 jaar. En wat daar ontstaat, is een beetje een gevoel wat alles wat in real life was, werd vertaald naar digitaal. Dus een soort van digitale facelift van alles wat in real life naar digitaal werd vertaald. Nou, wat duidelijk werd ook in een interview met de verschillende personen en instellingen die wij gesproken hebben, is dat de behoefte ligt niet aan een digitale facelift. Dus alles wat de waarde van een live performance bijvoorbeeld enorme aan de voorkant van de publiekse waardering is. Maar wat interessant is om te zoeken, wat kan digitalisering bijdragen naast deze waarde? Dus dat is een belangrijk punt, ook voor de luisteraar en die ene meekijken. De digitalisering wil niet zeggen alles wat ooit in real life aan een URL wordt verplaatst. Maar juist met zorgvuldige wijze de waarde waar het publiek centraal, gebruiker centraal is, de artiest centraal is, hoe kunnen wij digitalisering inzetten om die waarde waar wellicht op het gebied bijvoorbeeld van toegankelijkheid, op het gebied van 24/7 aanwezig, die waarde juist kunnen laten steken. Oké, want je kent ook de voorbeelden waar het goed werkt. Mm-hmm. Je zit te denken, je hebt ook een filmpje meegenomen. Misschien is dat helemaal niet een gek idee om die op dit moment ook te introduceren. Want kun je me meenemen in wat gaan we zo meteen zien in dat filmpje? Ja, ik heb twee filmpjes meegenomen, twee fragmenten. Het was heel erg een moeilijke kiezen, eerlijk gezegd. Omdat er zijn zoveel fantastische voorbeelden in Nederland van instellingen en... die in de afgelopen jaren ook heel veel hebben kunnen doen op het gebied van digitalisering. Dus een keuze maken is altijd heel lastig. Ik heb twee meegenomen waar ik direct of indirect betrokken ben geweest. De eerste die wij gaan kijken is een mooi voorbeeld van net wat ik vertelde. Hoe kan digitalisering ingezet worden om bepaalde drempels die in de fysieke wereld aanwezig zijn, namelijk fysieke afstand. Dus als muzikus, maar ook als docent, vaak heb je te maken met fysieke afstand. Iedereen weet dat als je een performance wil geven, reis je soms naar een ander land of naar een andere stad, of soms over de oceaan heen. Nou, natuurlijk is het kostbaar, maar ook is het ook niet duurzaam. Dus hoe kan digitalisering daar een rol spelen? De voorbeelden die ik heb meegenomen zijn twee onderwijsinstellingen, één in Amsterdam, het Conservatorium van Amsterdam, en andere in US, Manhattan School of Music. En daar zie je studenten en docenten samen spelen zelfs. En dat is best wel bijzonder, omdat dankzij nieuwe technologieën, zij gebruiken het bijzonder een technologie die heet Polychrom Music Mode, maar er zijn veel anderen. Maar dankzij deze technologieën en de investering van de instellingen in deze technologie en ook een stukje cultuurverandering in de instelling, omdat cultuur speelt ook in dit geval echt ook een grote rol natuurlijk. Ook in onze interview hebben we gezien, ja, digital culture is ook iets wat tijd nodig heeft om zich te ontwikkelen. Maar goed, dankzij deze investering zie je eigenlijk dat de studenten en docenten kunnen samenspelen. En dat is iets bijzonders, omdat als wij bijvoorbeeld, zoals we met z'n allen hebben ervaren, met Zoom gaan je praten, vaak of die ene of die andere. Er zijn technische beperkingen die een grote impact hebben op eigenlijk artistieke product. Nou, dit is een van de voorbeelden waar je ziet dat deze technische beperkingen zoveel mogelijk bijna naar zero zijn gebracht. Oké, laten we gaan kijken. Go. Ta-ta. 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 Bye. One, two, three, four.
You see what I mean? Yeah. Right? I need to feel that you're singing that melody and that you're leading the band, that you're pushing them. Right? Ja, gewoon New York en Amsterdam eigenlijk in een één-op-één professionele verbinding. Ja, ja, ze klappen zelfs samen. Ja. Dus het is best wel de ja, het is echt de normaliter heb je eigenlijk altijd een lag. Ja. 20, 30 milliseconden. Aan de andere kant van de oceaan, de speed of light kan je niet over, kan je niet sneller. Dus, ja. Maar in dit geval kom je wel dichtbij in de buurt. Ja. Wauw. Ja. Ja, kijk, dat is een voorbeeld waarvan je denkt, kijk, dit werkt goed. Ja, het werkt goed. En dan heb je nog een filmpje, zei je net. Ja, ik heb een tweede voorbeeld, totaal iets anders. Van een Nederlandse artiest, Chagall. Zij ontdekte een aantal jaar geleden een fantastische techniek. Ik kan niet te veel vertellen, omdat wil ik eerst de gelegenheid geven om de filmpje te bekijken. Maar deze artiest ontdekt eigenlijk een techniek. En de techniek heeft zo'n impact gehad op haar artistieke benadering. Dat eigenlijk de wijze waarop zij muziek maakte en de wijze waarop zij ook andere kunstvormen integreerde in haar product enorm veranderd is. Dus je zou kunnen zeggen, ook refereren aan bijvoorbeeld de hubs, dat zij beweegt echt op het snijvlak tussen muziek en technologie. Dus het is echt heel erg interessant. Zij ook een bijzonder voorbeeld, een spokeswoman voor wat het belang van kennis, horizontale kennis delen. Zij werkt samen met de FNR's Maartvenue in Eindhoven om ook andere muzici en muzikanten mee te nemen in wat is technologie, wat voor rol kan je spelen in jouw carrière en hoe kan je met middel technologie ook een nieuw publiek bereiken. Een andere publiek bereiken, maar ook een bredere publiek. En maar ook misschien een behoefte aan een beleving die ook anders is dan een traditionele beleving. En dat is ook heel erg belangrijk. Oké, dan gaan we naar kijken. Why do we love music? How can something we can't see or touch provoke such strong emotional reactions? Music not only has the power to augment the feeling you know you have. Happy music at a wedding will make everyone feel even happier. But it can also make you aware of emotions you didn't know you had. That last sensation is what triggers me to write music. I create to make sense of my world. And I share what I make because, who knows, I can make sense of your world too. When you come and see me play live, the movement of my hands and body will create all the electronic sounds you hear, giving physical presence to not only musical but also digital concepts. You'll hear my sounds, my effects, my songs, my voice, but you also see them as projections, controlled and created in real time. I want to make you think, but mostly I want to make you feel. Om te zien, ja. Ja, het is heel inspirerend. En de technologie die zij gebruikt zijn Mimo Gloves. Zijn al een aantal jaren beschikbaar op de markt. En zij werkt ook met pad op haar lichaam om avatar, maar ook licht, maar ook samples te kunnen sturen. Laten we zeggen, deze technologie vraagt heel veel onderzoek. Zij krijgt volledige ondersteuning, ook onder andere door FNR in Smartvenue in Eindhoven. Veel muzici kennen ook deze techniek niet. Dus terugkomend op jouw woorden, kennis delen, maar ook misschien bovensectoraal kennis delen met de technologie en onderwijsinstellingen is enorm belangrijk om aan de voorfront te kunnen blijven van de ontwikkelingen. Ja, en hoe speelt dat platform daar dan een rol in? Is dat
Ik zie deze, in deze specifieke geval, platform natuurlijk, platform praat je over distributie, praat je over aantrekkingskracht, tipping point tussen de aantrekkingskracht van de inhoud en aantrekkingskracht van het publiek. Maar in deze specifieke geval zie ik persoonlijk, dat is mijn persoonlijke mening, een enorme waarde in een hubs of ecosysteem van waar artiesten zijn aan de meteen benaderen aan het begin van het traject met technologische bedrijven die kunnen ondersteunen. En hier heb jij natuurlijk niet alleen maar het product zelf, de close, maar ook bijvoorbeeld de streamen van data die noodzakelijk zijn. Maar ook onderzoek, dus kennisinstellingen die hier een rol kunnen spelen. Dus eigenlijk wat refereren aan onderwerp hub, hier is zeker van toepassing. Oké, dankjewel. Ja, dit hebben we als beschreven, maar ook zeker. Een heel mooi voorbeeld van hybride producten die kunnen gaan ontstaan. En als je dus gaat samenwerken en disciplines en industrieën en sectoren samenbrengt, dat je tot zoiets in staat bent. Dus hier zit heel veel technologie achter. Mm-hmm. Hier zit kleding en textiel achter. Mm-hmm. Hier zit creativiteit achter. En als je dat kunt samenbrengen, dat is natuurlijk heel erg sterk. Ja. En brugje even naar een platform voor mij daarin is dat als je dan het product hebt, waar laat je dat dan zien? En dat hebben we ook gemerkt tijdens COVID met name. Van, goh, hoe doe je dat dan? Hoe blijf je dan zichtbaar? En sterker nog, hoe kun je je bereik ook nog vergroten of verbreden? En daar kwam het hele onderwerp digitaal platform, distributie platform natuurlijk ontzettend naar boven. Heel veel partijen hebben het geprobeerd. Of het nou NT-Live is in de UK of ITA hier of een heleboel andere partijen. En hebben het deels kunnen doen omdat ze ook financieel werden ondersteund. Want niemand heeft het businessmodel rond kunnen breien. Het vergt zoveel investering, ook commerciële partijen niet die we hebben gesproken. Het vergt zoveel investering om dan een festival, een concert, een wat dan ook te livestreamen alleen al, laat staan dat je naar hybride vormen gaat, dat je dat er bijna niet uitkrijgt. Ook al is ook aangetoond dat het bereik enorm vergroot. Dus het vermindert niet de mensen in de zaal. Mm-hmm. Die blijven wel naar Eindhoven komen of naar Amsterdam of naar Groningen of waar dan ook. Maar mensen voor wie dat te ver is of die niet kunnen reizen of die om andere redenen daar niet kunnen zijn, maar het wel willen zien, of zelfs in het buitenland zitten, die kunnen het dan wel zien. Dus het bereik wordt wel enorm vergroot. Dat is prachtig. Ja. En dus onze vraag bij Platform was, wat is daar technisch voor nodig? Wat is daar financieel voor nodig? En hoe kan het toegankelijk zijn voor, laten we zeggen, alle partijen? Dus heel democratisch. Dat woord werd vaak gebruikt. Voor kleine partijen en voor grotere partijen. En hoe wordt daar ook in geborgd dat auteursrecht verzekerd is, dat ook de maker wordt betaald, maar dat het publiek ook weet, als ik daar naartoe ga, dan heb ik toegang tot een heel, heel groot aanbod en ook een heel breed aanbod uit de culturele sector. Dus van, zeg maar even, kleinere makers of van musea die misschien hun tentoonstellingen willen laten zien, of podiumkunsten die iets willen laten zien, tot films. Ik weet het niet, ik zeg maar even wat. Ja. En hoe kun je dat nou voor elkaar krijgen? Je hebt natuurlijk commerciële partijen in de markt, hè? De YouTubes en de Googles en de Netflixen en alles van deze wereld, waar toch je een beetje overgeleverd bent aan de commercie, wat we ook niet per se willen en ook niet voor pleiten. Nee. En ook lang niet iedereen terecht kan. Dus wat kan wel? Hè? Dat is waar we naar gezocht hebben in de zin van platform. En daar hebben we met verschillende partijen gesproken. En zijn er wellicht ook verschillende mogelijkheden, zoals we aangeven. Je kunt from scratch beginnen. Maar je kunt ook kijken wat er al is, zoals NPO Cultuur. Dus we hebben ook meerdere malen met NPO gesproken. Mm-hmm. Om te kijken van, onder bepaalde voorwaarden, wat is daar mogelijk? Dus een van de aanbevelingen is ook om daar een groep op te zetten om dat uit te werken. Want dat zou voor Nederland iets prachtigs kunnen zijn. Ja. Als we zo'n democratisch platform
kunnen aanbieden. Zowel publiek als voor makers. Precies. Nou ja, dat is wel grappig, want in de chat worden heel veel dingen nu ook gevraagd. Dus er komt bij mij van alles binnen. En zometeen wil ik ze het liefst allemaal langs wat ik hier binnen heb gekregen. En inderdaad ook, hè, hoe zorgen dat iedereen wordt meegenomen in die transitie. Maar nog een andere vraag die een aantal keer binnenkomt, is eigenlijk of je misschien nog een keer wil uitleggen wat nou precies wordt bedoeld met de term hub. Daar hebben we het natuurlijk steeds over. Maar het is goed om die nog even weer scherp te krijgen. Ja. Dat krijg ik door. Dus dat is misschien goed. Dan kijk ik zo ook even naar Edo, want we hebben eigenlijk twee dingen gezegd. We hebben misschien kan de matrix nog even op beeld verschijnen, maar we hebben een hub genoemd. Maar we hebben ook genoemd praktijknetwerken. En om ook dat verschil misschien een klein beetje te duiden, ja. Maar Edo kan daar verder op ingaan. Praktijknetwerken zitten iets meer voor in de creatieketen. Dus daar heb je het ook met educatieve instellingen en studenten en experimenten en uitproberen, innovatielabs. Hub is zeg maar meer al aan het eind. In de zin van dan breng je ook commerciële partijen, niet-commerciële partijen fysiek samen, als het ware, op een stuk grond in Nederland, noem ik het maar even. En zoals het Food Valley in en rond Wageningen is, waar allerlei partijen zitten, onderzoekspartijen als het NISO, maar ook Unilever R&D, de Universiteit Wageningen, allemaal start-ups. Nou, dat zie je rond Eindhoven technisch gezien, dat zie je in Delft in de biotechnologie. Ja. Die trouwens een wereldwijde footprint hebben. Niet om dat zomaar te claimen, maar dat is zo. Mm-hmm. En om dan over die hub, bij die hub heeft zo'n soort gedachte. Om daar technische bedrijven, commerciële bedrijven, individuele makers, alles bij elkaar te kunnen brengen. Waar dus ook fysieke gebouwen, studio's, apparatuur en alles beschikbaar is. Om kruisbestuiving plaats te laten vinden. Om een magneetwerking te hebben. Vandaar moet je zijn, daar wil je zijn. Om kosten omlaag te brengen voor allerlei partijen die graag een digitaal product willen maken of die iets willen opnemen of streamen, maar dat zelf niet kunnen bekostigen. Dus daar zit die hubgedachte in. Dus dat kan. Daarom is het ook, zoals genoemd in de Matrix, complexer, meer inspanning en sector-industrie overstijgend. Maar praktijknetwerken, dat is weer een ander onderwerp. Ja. Okay. Misschien twee woorden ter aanvulling. Hubs associëren wij ook met kansen en multiplier. Dus het feit dat in een hub een van de verschillende stakeholders van de hub aanwezig is, vergroot de kansen van de stakeholders om zijn doelstelling te bereiken. Dus als ik artiest of een maker ben onderdeel van de hub, weet ik dat daar maak ik meer kansen om te bereiken wat ik voor zoeker ben. En multiplier betekent dat als je deze effect van de ene persoon die zijn kansen vergroot naast andere zet, 1 plus 1 wordt 3 eigenlijk. En dat is ook een beetje het idee van een hub. Eigenlijk het is een multiplier voor de belangen en voor de kansen voor de personen die onderdeel zijn van de hub. Ja. Ondertussen zie ik ook dat er een aantal vragen binnenkomen en ook misschien ook wel zorgen vanuit makers. Want ja, hoe kunnen zij dan die transitie meemaken? Want de wens is er en de noodzaak is er. Maar ja, wat kun je tegen de makers zeggen? Ja, dan misschien een klein schot voor de boeg. Want daarom hadden we bij die creatieketen ook zo en als commissie. Waar ook makers in zitten natuurlijk. Hè? Mm-hmm. En die zorgen ook zeker hebben geuit. En zorgen over auteursrecht bijvoorbeeld, eigendom. Zorgen over het businessmodel, hoe krijg je betaald en hoe krijg je ook ver betaald. En die hebben we daarom ook extra aangestipt. Dus zeker bij een platformgedachte of bij een hubgedachte is dat van belang. Nu is het niet zo dat dat niet al ook gebeurt. Er zijn contractvormen, er zijn licentievormen, er zijn al allerlei vormen in de wereld, juridisch gezien, waar je mee kunt werken om ook te waarborgen dat makers beter worden beschermd, zeg maar. En ook goed worden betaald, eerlijk worden betaald. Maar dat is zeker iets als een uitdaging. Overigens, de wereld blijft niet stilstaan. Hè? Ik bedoel, dit gaat gebeuren en is al gebeurd eigenlijk. Hè? Kijk nogmaals naar de Netflixen, de Googles, de YouTubes, de TikTokken. En dus in die zin bestaat het al en is de vraag, kan het ook bestaan op een manier wat een bredere groep makers
het platform biedt om ook zich te kunnen laten zien. En niet alleen door een aantal, wat maar een gering aantal partijen is op de wereld die dan bepalend zijn. Ja. Misschien ter aanvulling, in een bijzonder muzieksector waar ik werkzaam ben. Je zag eigenlijk dat met de opkomst van digitalisering een verschuiving is geweest van de gatekeepers. Dus alles wat 30 jaar geleden in de handen was, terecht of onterecht van de platenmaatschappij, verschoven is naar platforms die de distributierechten, etc. of samen met de maatschappij hebben een bepaalde constructie uitgevonden om muziek te streamen. Wat je nu wel merkt is dat de gatekeeper nog steeds aanwezig zijn, maar wel met een andere naam. Dus de bekende GAFAM is eigenlijk nog steeds een gatekeeper. Wat ook COVID heeft steeds meer laten zien, is dat een enorme behoefte aan een rechtvaardiger eigenlijk distributie van welvaart in deze hele, in de hele keten, in het bijzonder een distributieketen, hier praten we over. Nou ja, in ieder geval is dat een goede toevoeging. En ik wil ook zeggen dat er in de tussentijd ook weer veel mensen zijn ingeschakeld. Dus dat vinden we heel fijn, zeker ook na de technische moeilijkheden van het begin. We hebben het nog steeds over het nieuwe advies, digitalisering als kans. En die gaan we zo meteen ook overhandigen. Maar daarvoor wil ik eigenlijk alleen vooral nog vragen, want er zijn heel veel vragen ook gesteld en daar gaan we zo uitgebreid op in. Ik wil vooral eigenlijk nog vragen, aan wie is dit advies nou gericht? Want het is best wel breed. Zeker. En anders dan anders, mag ik wel zeggen, is dit advies niet alleen gericht aan OCW. Mm-hmm. En daar hebben wij dus heel bewust voor gekozen. Dus eigenlijk is het een advies aan het kabinet, waarbij we een aantal ministeries er specifiek uitlichten. Dus naast OCW, EZK, dus Economische Zaken, en SZW. Omdat wij denken, als je het hebt over arbeidsvoorwaarden, dat daar ook een belangrijke rol te spelen valt. En natuurlijk de staatssecretaris Digitalisering. Maar ook niet alleen het Rijk, omdat gemeenten en provincies hier een belangrijke rol in hebben als je het hebt over praktijknetwerken. En wat wij dus gaan doen, en dat is misschien ook anders dan anders, is dat we de komende tijd met dit advies onder de arm een aantal van die stakeholders gaan spreken. En dat wij ook, en dat is ook alvast voor iedereen die luistert, dat wij de uitnodiging aan hen ook, hè, als je vragen hebt, maar ook als je in gesprek wil komen, als je aanvullingen hebt, als je verdieping hebt, meld je bij ons, omdat, en dan sluit ik aan op die vorige vraag, juist voor ons is ook heel wezenlijk dat de makers dit keer ook gewoon op een evenwaardige en democratische wijze mee kunnen doen. En dat we met elkaar verder gaan verkennen, wat is dan eigenlijk een infrastructuur, een manier van werken die het beste past bij deze sector en waardoor je zelf aan het stuurwiel kunt blijven. Ja. Ja, dat snap ik. En je zei het al, ja, het advies dat is dus breed gericht, maar we zijn wel heel blij dat zij hier is namens Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Misschien mag ik er naar voren roepen. Ja, Barbara, ja. Wolfensberger. Heel fijn dat je bent. Ja. Welkom. Dankjewel, Christel. Ja, voor degene die Barbara niet kennen, dat zijn er niet zoveel. Ja, neem plaats. Zet je, dat, Barbara is de directeur-generaal van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Mm-hmm. En we zijn heel blij dat jij hier vandaag bij ons aanwezig bent. Ik weet ook dat innovatie en digitalisering een van de dingen is die je hart heeft. Dus dat is een extra reden waarom we heel blij zijn dat jij er nu bent. En ik wil je graag het advies overhandigen. En dat doe ik even zittend aan de tafel. Want dat is technisch, begreep ik, ook wenselijker. Maar bij deze. Dankjewel, Christel. Van harte. Dank. Ja, jullie van harte. Jacob is aan het fotograferen. Kunnen we daarover even een applaus voor geven? Ja. Excuses voor het geluid, maar dat is toch even een mooi moment om zo... Wat is jouw eerste reactie als je zo het rapport ziet? Nou ja, het is heel geel. Dat is mijn eerste reactie, want ik heb het nog niet echt gezien. Okay. Wij zijn er heel erg blij mee. Het is wat Christel al zegt, een onderwerp wat mij persoonlijk, maar ons ook dicht aan het hart ligt.
Dat is bijvoorbeeld al begonnen in 2019... toen we samen met Chagall naar South by Southwest zijn gegaan. Samen met John Joritsma ook. Waar ik toen vanuit het topteam creatieve industrie. Waar natuurlijk ook veel in gebeurt. Ik denk dat het advies... Ik ben ook heel erg blij dat het breed is. Ik ben blij dat het aan ons is, maar ik ben ook blij dat het breed is. Ik had er zelfs gisteren, werd ik al gebeld vanuit Binnenlandse Zaken, van moeten we er niet eens over praten. Dus dat is denk ik al een heel goed teken, want dat gebeurt niet altijd vanzelf, zeg maar. Dus dat is heel fijn. Ik denk ook dat het goed past bij de aandacht die de staatssecretaris voor het onderwerp heeft. Al in haar, ook in haar brief in het voorjaar voor het beleid van dit jaar een aantal initiatieven heeft bekendgemaakt op het gebied van innovatie, kennisversterking, infrastructuur. Bijvoorbeeld met een vraag aan Den voor het onderzoek naar het platform. Ook een samenwerking met Digital, wat echt over publiek-private samenwerking is. Als het gaat om publieksbereik. In het najaar zal de staatssecretaris haar plannen voor de periode 2023 en verder naar buiten brengen. En in dat opzicht is het natuurlijk echt net op tijd voor ons om dat goed te bestuderen en daarnaar te kijken. En ik denk dat het belangrijkste is om nu te doen, is zowel de Raad als de Commissie, in ieder geval namens het ministerie van OCW, maar ik ga ervan uit dat het in ieder geval namens de hele Rijksoverheid is om heel hartelijk te danken. Want we begrijpen heel goed hoeveel werk er is verzet en hoeveel onderzoek er is gedaan. En dat is ongelooflijk waardevol voor de sector. Zodat wij ons beleid, of het nou gaat over de manieren waarop subsidie afgerekend wordt en naar bekeken wordt. Of waar het Rijk zeg maar samenwerkingen kan antameren. Topteam Creatieve Industrie is een belangrijke samenwerking daar al. En dan zie je dat de versnippering in de sector natuurlijk, ja, versnippering is, lijkt negatief, maar het is gewoon een hele brede sector. Ja. Ja, wat jij net al zei. Van de gaming naar de architectuur ten opzichte van de film en de bioscoop en de podiumkunst en de musea. We kunnen heel veel initiatieven doen, denk ik, die iedereen en alle makers in die sectoren zullen helpen en ondersteunen. En aan de andere kant is de basis ook van elke deelsector ook wel anders. En de startpositie waar ze nu zijn ook anders. En de financiële positie anders. En ja, allerlei. Dus wij zijn heel dankbaar en heel blij met dit advies. En naast de dingen die al lopen, zullen we dat zeker goed bestuderen en meenemen naar de plannen die de staatssecretaris in het najaar bekend zal maken. Dank. Ja, veel dank. Ook voor de woorden van waardering. En wij blijven graag in gesprek, maar dat doen we sowieso. Zeker. Wij zijn natuurlijk ook heel benieuwd naar hoe dit dan doorrolt. Maar daarover denk ik later in het jaar ook meer. Maar veel dank, Barbara, voor je aanwezigheid. Dankjewel. En je mag weer waar je zat, zat je ook mooi. Dankjewel, Wolfsberger. Het is zo dat we nu eigenlijk tot uiterlijk 12:30, dus nog een half uur en misschien iets minder, nog even uitgebreid ingaan op alle dingen die in de chat zijn gezegd. In ieder geval een belangrijke selectie eruit. Veel vragen zijn natuurlijk ook vaker teruggekomen. Er zijn een aantal voorbeelden binnengekomen. En daarin kunnen natuurlijk ook bepaalde dingen nog genoemd worden die misschien in de hectiek nog eventjes extra willen noemen. Dat mag zeker. En ik wil eigenlijk beginnen, daarvoor heb ik deze tablet, daar ben ik heel blij mee, met een opmerking van Kiliaan Torenaar van Kloos. Die zegt: ik vind dit een mooi voorstel, hubs creëren. Volgens mij heeft de evenementenbranche nog nooit zo goed samengewerkt als tijdens de pandemie. Wat resulteerde in de Field Lab evenementen. Het samenwerken in een hub voegt ongetwijfeld waarde toe. Dat is een mooie opsteker. Goed begin. Ja, dat is een goed begin. Maar dan, nee hoor. Dan hebben we nog een vraag van Klaas Gommers van de Vereniging van Openbare Bibliotheken. Hoe kijkt de Raad naar de 2,5 miljoen mensen die niet of onvoldoende digitaal vaardig zijn en voor wie digitaal cultuuraanbod niet toegankelijk is? Want in het rapport gaat het alleen over het stimuleren van digitale vaardigheden in de sector. Dat is een goede vraag, denk ik. Jazeker. Nou ja, de vraag ging over digitaal. Hè? Dus het is wel de focus geweest. Mm-hmm. En als de vraag niet digitaal was geweest, dan was dat de focus geweest. Niet om flauw te zijn, maar ons focus was wel op digitaal natuurlijk. Ons wel ook realiserend dat er mensen zijn die om verschillende redenen geen toegang hebben. Dat blijft natuurlijk een uitdaging. Dat kun je ook niet zomaar wegnemen. Althans, niet vanuit deze commissie.
Ik denk dat verbreding al heel fijn is en als ontsluiting makkelijker gemaakt kan worden. En dat kan zijn goedkoper, dat kan zijn makkelijker omdat er hubs zijn voor ontsluiting. Of dat het nog een stap verder gaat, dat de technische en digitale infrastructuur van Nederland op een andere manier wordt ondersteund. Ja, dat zouden we natuurlijk ook alleen maar toejuichen als ook deze groep mensen toegang heeft. Maar ik moet zeggen, onze focus was wel digitaal. In de commissie, maar misschien heeft Christel nog een aanvulling. Nee, ik vind het een hele goede vraag, waarvoor dank. En een van de risico's is natuurlijk dat je er niet voor moet zorgen dat digitalisering leidt tot een soort nieuwe tweedeling in de samenleving. En dat zou kunnen omdat makers niet meegenomen zijn. Maar het kan ook doordat je een aanbod gaat creëren waar mensen die niet digitaal zijn of die daar dan geen toegang toe hebben. En dus Ilona heeft gelijk, het ging over digitalisering. Maar deze staat zeer zeker bij ons op de agenda. En daarover gaan we trouwens ook graag het gesprek aan. Wat ik ook wel zag tegenwoordig in de openbare bibliotheken, is dat er voorzieningen zijn juist voor mensen die digitaal wat minder vaardig zijn en die daar dan geholpen kunnen worden. Dat hebben we ook nog bekeken. Hè? In de commissie hebben we ook naar de subsector gekeken, ook naar deze subsector. En de rol die daar ook al in wordt gespeeld. Dus in die zin begrijp ik ook de vraag uit deze hoek. Mm. En ik denk ook dat daar mogelijkerwijs, dit gaat even buiten mijn boekje, maar wellicht meer in de toekomst ook een rol te vinden is vanuit juist de bibliotheken. Ja. Nou. Mooi, dankjewel. Dankjewel ook voor je vraag. Dan hebben we nog een ander voorbeeld van digitalisering dat werd genoemd. Dat lees ik ook graag aan jullie voor. Van Esther Godschalk van Nieuw Genootschap Nederlandse Componisten. Zij zegt, met newmusicnow.nl zijn we composer-driven platform begonnen om zelf samen met hele nieuwe, met een heel nieuw muzieknetwerk de regie te pakken. Daarbij pleit ik graag voor een digitax bij veelverdienende platforms om innovatieve niches en componistenplatforms /hubs structureel financieel te schragen. Deze gaat op het lijstje. Precies. Het gaat ook een beetje over wat we die democratisering noemden natuurlijk. Dus mooi om te horen. Dan hebben we nog Gabi Weijers van Lima. Die zegt, Nederland is een gidsland wat betreft digitale cultuur en digitale kunst. Ik zie niet dat daar een verband wordt gelegd en dat is heel erg jammer. De kruisbestuiving met deze sector komt bijna niet aan bod. En dat is een gemiste kans. Het rapport lijkt in te zoomen op media en theater. Ik hoor daar graag meer over. Dus eigenlijk de kruisbestuiving tussen digitale kunst en digitale cultuur. Dat proberen we juist bij de hub en bij de praktijknetwerken heel erg te onderstrepen. Okay, want die twee aanbevelingen gaan alleen maar over kruisbestuiving en samenwerking en tussen subsectoren, sectoren en sectoroverstijgend. Dus dat is dan misschien niet goed nu voor het daglicht gekomen, maar dat is zeker wel zo en dat wordt ook zeker erkend. Misschien mag ik daar nog een kleine aanvulling op geven, waar we nog niet heel erg over hebben gehad, maar wat wel ook belangrijk is en naar voren kwam, is kennis en expertise in de sector. Dat werd door commissieleden zelf, door heel veel, tijdens heel veel interviews en ook uit verschillende rapporten kwam dat heel erg naar voren. Er zijn een aantal invalshoeken op kennis en expertise, op digitale vaardigheden in de sector. Eén is, de sector betaalt misschien niet zo goed als commerciële sectoren. En daarom wordt wel ervaren dat er een tekort kan zijn aan kennis en expertise. Dat mensen er niet voor kiezen. Ook daar kunnen dat soort samenwerkingsverbanden, hubs, platforms, praktijknetwerken een rol spelen om mensen te enthousiasmeren. Maar ook mensen op te leiden. Hè? En we hebben eigenlijk een soort van drie niveaus of drie invalshoeken van kennis en expertise gezien. Dat er een stuk educatie al kan plaatsvinden. Dus vooraan die creatieketen. Wat wordt nu wel en niet meegenomen in allerlei opleidingen om digitale producten te maken? Of het muziek is of toneel of anderszins. Daar zie je ook verschillende snelheden in ontwikkeling. Maar goh, wat kan daar gebeuren? Mm-hmm. Om dus die doorstroom van kennis en expertise vervolgens in de sector te stimuleren. Het tweede wat we zien is aan de andere kant, de huidige bestuurders en besluitvormers, net als, laat ik over mijn eigen wereld, bedrijfsleven praten,
Ja, daar zit soms generaties en mensen die niet digitaal zijn opgegroeid en misschien ook niet helemaal altijd goed begrijpen wat dat allemaal kan zijn of kan inhouden. En misschien is daar ook een mogelijkheid tot educatie op die manier weggelegd. Om juist ook het begrip en de awareness te ontsluiten en dus ook misschien... durf ik het te zeggen, jongere generaties die al wel daar zijn, ook daarmee te steunen. En dan hebben we als derde nog gezien ertussenin, bij wijze van spreken, van werk naar werk noem ik het maar even. Er is nu ook een vraag naar digitale expertise op allerlei front. En we zien ook een krappe arbeidsmarkt. En we zien ook mensen die van werk willen wisselen. En daar zijn ook allerlei initiatieven in Nederland. Ik noem even één, dat is de buitenboordmotor. Die dit soort mogelijkheden ondersteunen. En ook die hebben we willen noemen in het rapport. Omdat daar wellicht ook een talentpool ligt voor de culturele sector. En een potentieel. Dus volgens mij is daar ook... En een vraag, maar ook best een aanbod. En zijn er een aantal dingen die je concreet kunt doen om ook dit voor de sector geen bedreiging of geen blokkade te laten zijn? Kan je misschien nog aanvullen, ook op basis van die vraag? Want wat het Bureau van de Raad heeft gedaan ter ondersteuning van de commissie, is dat met de hulp van die creatieketen, dat je dan voor elke subsector eigenlijk gaat kijken, hoe ver zijn ze? Maar de tijd was wel heel kort, hè, dus dat heeft dus zijn beslag niet gevonden in het rapport zelf. Maar daar zag je al wel, bij de eerste inventarisatie, dat je dus van elkaar kunt leren. Vandaar ook het pleidooi voor samenwerking, kruisbestuiving enzovoort. En ik zou iedereen ook willen oproepen. Dus als je voorbeelden hebt of dingen die je onder onze aandacht wil brengen, mail vooral. Maar daarmee kunnen wij de inventarisatie ook verrijken. Ja, nou dat is een mooie oproep, want sowieso is dat fijn. Er wordt ook heel veel gereageerd in de chat, er worden veel vragen gesteld. Dus dat waarderen we zeer en dat is ook weer allemaal waardevolle input natuurlijk. Ik licht ook graag weer een voorbeeld toe. Dat is een voorbeeld van, ik hoop dat ik het goed uitspreek, Gamila Jistra. Misschien goed om als casus ook te kijken naar de complete digitale transformatie die de Nederlandse bioscoopsector 10 jaar geleden in korte tijd heeft doorgemaakt, met overheidssteun. Met succes, een van de eerste landen in Europa, verhouding tussen marktpartijen, banenverlies, besparingen en hogere kosten, oudsten, snelle vervanging digitale apparatuur en dure archivering. Dus dat is interessant natuurlijk, dat is ook, kan ook een negatief effect zijn op de branche. Hoe keken jullie daarnaar? Nee, ik deel dit wel. He, dus dat is ook een sector waar we naar gekeken hebben. En je ziet inderdaad dat daar zitten hele mooie voorbeelden in. Zowel over wat kan je dan en welke partijen zijn aan zet. Als het nadenken over het proces. He, want dat is ook heel belangrijk. Hoe ga je dit nou registreren? En moet het dan voor alle sectoren hetzelfde zijn? Moet dat verschillend zijn? We hebben ook expres gekeken naar en heel veel interviews gevoerd. En dat zie je achter in het rapport wie we hebben gesproken. Met partijen en personen buiten de culturele creatieve sector. Bijvoorbeeld voor de podiumkunsten. Het delen van kennis over publiek. Dat is nogal een hot potato in de culturele sector. Om een of andere reden vindt men dat best eng om te doen. Buiten de culturele sector gebeurt dat gewoon heel veel. En laat staan dat technisch al lang is opgelost. Of nou de Booking.coms en de Expedia's en allerlei partijen zijn. Die hebben we dus ook gesproken. We hebben ook Spotify gesproken. We hebben ook Mojo gesproken. We hebben heel veel partijen buiten de sector gesproken die digitale partijen zijn, waarbij bepaalde vraagstukken al lang geen vraagstukken meer zijn. En ook het onderwerp van wat steeds ook terugkomt, private gegevens. We leven al in een digitale maatschappij. Het is niet zo dat wij niet dagelijks al kiezen waar we inloggen, welke gegevens we geven, welke gegevens we delen, welke niet. Dat is niet voor het eerst zo in de culturele sector. En ik proef, maar nogmaals als buitenstaander,
wat angst in de culturele sector om dat te gaan doen. Terwijl ik denk, en kijkend naar andere industrieën, en ik ben zelf ook door digitalisering heen gegaan in mijn eigen vakgebieden, waar dat vroeger nog werd gezien als bedreiging voor de retail, kunnen we er nu niet meer zonder en versterkt het elkaar. Mm-hmm. Denk ik dat die stap voor de podiumkunsten nog genomen kan worden. En in mijn beleving zit er veel meer potentieel achter. Niet alleen voor de podiumkunsten, maar daar waar kaartjes worden verkocht, zit er meer potentieel achter dan dat het bedreiging vormt. Maar ik heb het idee dat dat nog een spannend onderwerp is in de culturele sector om een volgende stap te zetten. Ja, misschien is ook wat je net vertelde ook een kwestie van upskill en reskill van het personeel. Op dat praktisch gezien een marketingafdeling die moet werken met de marketingafdeling van een andere organisatie. En welke drempels zijn om bijvoorbeeld synergie te creëren tussen de informatie. Hoe deel je informatie? Wat voor technologie is nodig? Maar ook wat voor werkwijze? Dus de punten die Christel maakte over, en jij maakte ook over de volwassenheid eigenlijk, van digitale awareness van een aantal personen die direct betrokken zijn in de culturele sector. Ja, het is eigenlijk echt een urgente punt. En ook durven buiten te kijken van wat je elke dag doet. En kijken naar andere praktijkvoorbeelden van personen die wel digitaal misschien awareness. En wat zijn de voordelen en nadelen om daar te omarmen. Ja. Nou, ik heb nog een aanvullende vraag van Janine Dijkmeijer. Zij zegt, zou er weer een mediafonds opgericht kunnen worden? Een fonds met medewerkers met veel expertise tussen film, digitalisering en podiumkunst. Ja, nou, we staan open voor alle ideeën. Mm-hmm. En dit is er ook een van. Maar je zal toch, dus even terugpakken, je zal moeten samenwerken. Je zal moeten schalen op de een of andere manier. En met hele kleine initiatiefjes gaan we er niet komen. En je moet leren, want dit wiel is al eerder uitgevonden. Mm-hmm. En op meerdere plekken en in meerdere sectoren. Dus je moet willen leren van elkaar en van de goede voorbeelden die er zijn. Ja, ja. Oké. Okay. Nou, dankjewel ook voor je vraag. Dan nog een vraag van Maarten Treurniet. Die is een aantal keer teruggekomen. Dat heeft eigenlijk ook te maken met die positie van makers. Alleen hij springt net weer uit mijn beeld. Dat is een beetje de vraag van Maarten. Die springt alle kanten op mijn scherm tot op heden. Dus ik denk, nu ben je aan de beurt en dan is hij weer verdwenen. Dus in dat geval ga ik toch even door met Anna Kessler van het Centraal Museum. Maarten, blijf proberen. vanuit het project Digitalisering voor Publiek komen we bij het Centraal Museum steeds meer erachter dat er een deep dive binnen de organisatie moet plaatsvinden op het gebied van digitale ecosystemen en de organisatie hiervan. De wildgroei van nieuwe digitale toepassingen brengen gevaren met zich mee. Het staat soms duurzaamheid juist in de weg. Ik zou dan ook heel erg pleiten dat er meer onderzoek wordt gedaan naar huidige digitale infrastructuren bij organisaties. Ja, ja, goed idee. Mm-hmm. Ik zou willen zeggen hier, of aanhaak weer bij, we leven in een digitale samenleving, maar die is ook nog zichzelf aan het vormgeven. Dus ik denk niet dat er antwoorden zijn die one size fits all zijn. Dat we misschien ook niet dus een heilige graal moeten willen zoeken en pas dan dingen gaan doen. Want die zal overmorgen weer veranderd zijn. Dus het blijft denk ik ook een beetje zoeken en chaotisch en voor iedereen. Maar ik haak heel erg bij Christel aan in de zin van leer van elkaar. Zoek die samenwerking op. Wees er niet altijd te bang voor. Overigens komt daar, en dat is ook een onderwerp geweest waar we het over hebben gehad, wat nog niet ter tafel is gekomen, het subsidie-instrumentarium aan de orde, maar in de zin van projectsubsidie versus wat meer continue subsidie. Want het gesubsidieerde deel van de sector is natuurlijk ook wel dusdanig gericht op de subsidiecriteria en de doorlooptijd, dat het ook sommige dingen niet in de hand werkt. Hè? Dus je hebt dan voor 4 jaar geld of voor 3 jaar geld en dan moet je weer. Mm-hmm. En dan ben je weer mekaars concurrent. Dus het is dan ook wel lastig om heel makkelijk te zeggen, ga maar samenwerken. He, dus daarom ook dat subsidiecriterium erin. En ook die strategie erin. Van wat betekent dit dan eigenlijk voor doorlooptijden of voor de criteria? Zodat
die samenwerking en het van elkaar leren of met elkaar delen van gegevens niet zo eng meer is. Ja, ja. Dus daar zit nog wel wellicht een haakje. Dan toch echt de vraag van Maarten. Ja. Nou, iedereen gaat er goed voor zitten. Ja. Hele redactie die veert toch helemaal op. Nou, heel fijn. De vraag nog maar een keer, zegt hij. Het rapport schrijft daarnaast wijst op de noodzaak om de kwetsbare positie van makers en uitvoeringen in de culturele en creatieve sector te verbeteren en verzoek om het belang van eigenaarschap over privacy, auteursrecht en gegevens in het digitale domein. Maar waarom is daar geen advies of aanbeveling over uitgegeven? Ja, dat is een goed punt. Dat hebben we eerlijk gezegd een beetje geschaard onder platform. Daar verwijzen we er expliciet naar. Mm-hmm. En dat zie je ook in die creatieketen. Dat zijn deels... is het meer een aanbeveling van let op. En er zijn contractvormen al nu waar je daarmee uit de voet kunt. Dus gebruik ze ook vooral. Mm-hmm. En misschien is het trouwens een idee om die ergens centraal beschikbaar te stellen of ergens makkelijk toegankelijk te maken of zoiets. En twee, er zit een stukje wet en regelgeving in. Hè? Bijvoorbeeld het platform, om even wat specifieker te worden, mochten we, en ik hoop dat er in ieder geval gesprekken zullen plaatsvinden, ook verder met de NPO, wat één optie is. Mocht je daar verder willen borduren in ontsluiting, dan kom je de mediawet tegen. Mm-hmm. En die mediawet op dit moment staat in de weg dat je bepaalde dingen kunt doen. Want dat is gewoon bij wet verboden. Dan zal dus wet en regelgeving moeten worden aangepast om zo'n mogelijk platform ook werkelijk zo te maken dat het voor, ik zeg maar even makkelijk één ieder, een goed platform is. Ja. Dus dat hebben wij onder dat platform geschaard. En er zijn contractuele vormen en mogelijkheden om je beter tussen haakjes te beschermen als maker ook nu. Juist. Oké, dankjewel Maarten voor je vraag. En voor jullie antwoord natuurlijk. Dan zie ik hier nog een opmerking eigenlijk van Esther Hammelburg. Want die zegt, er zijn heel veel experimenten. Misschien ook een kwestie van matchmaking en budget. Dus je zou eigenlijk kunnen vragen, wat zegt het rapport over investeringen en het verbinden van bestaande initiatieven? We komen denk ik terug op die samenwerking. Ja. En op die focus en op die subsidiecriteria en hoe je dat dan kunt stimuleren. Ja. Kijk, dit advies is niet een oproep van er is niets en nou gaan we beginnen. Integendeel, het advies zegt ook er is al heel veel. En die rijkdom, die moet je eigenlijk verder willen brengen. En om dat verder te kunnen brengen zijn een aantal dingen nodig. Het moet in beeld zijn, dus inventariseer. Je moet gaan samenwerken. Er moet ook geïnvesteerd worden, overigens niet alleen door de overheid, maar ook door anderen. En dan zou je dus moeten kijken of je doet het inderdaad per regio, of je doet het per sector, of een combinatie van beide. En hoe breng je dit dan nu verder? Wat is daarvoor nodig? In termen van geld, van expertise, van partijen, van consortiumvorming, noem maar op. Ja, precies. En dan is er eigenlijk tot slot nog een laatste vraag voordat we richting de afronding gaan. En dat is eigenlijk samenwerking, de randvoorwaarden, de goede voorbeelden, de good practices, die zijn er. Maar in de coronatijd zou je kunnen zeggen, moesten we wel digitaliseren? Ging iedereen automatisch met veel moeite, maar toch uiteindelijk digitaal? En nu alles weer draaiende is, iedereen heeft de druk, weinig personeel. Hoe hou je dan als maker, als culturele sector eigenlijk een beetje de daadkracht in het doorzetten? Mm-hmm. Dus nu alles weer open mag, zijn we ook weer gestart met onze werkbezoeken en regiobezoeken. En dan krijg je dus terug dat men hier eigenlijk wel mee door wil gaan. Mm-hmm. Maar dat de waan van de dag en nu natuurlijk soms ook de onvoorspelbaarheid, dat in de weg zit. Dus het was eigenlijk ook een hulpvraag die ons sterkte in de conclusie dat dit advies op een heel goed moment komt. Een hulpvraag van, oké, hoe kan je hier nou verder mee? Mensen vinden vaak wel partij in hun onmiddellijke omgeving. En dat is ook goed. Maar dat, voor je het weet, werkt dat ook die fragmentatie weer in de hand. En die tweedeling. Want wat doe je als je niet een partij in je onmiddellijke omgeving vindt? Dus vandaar dat...
Nou, en misschien ook Rob aanvullend en misschien Edo ook. Dat is één aspect van digitalisering. Want je bent gauw weer terug bij de podiumkunsten, de festivals enzovoort. Maar dat is één aspect van digitalisering. Ontsluiting. Ja. Maar je hebt ook digitale producten, digitaal maken. Je hebt een hub, je hebt subsidiecriteria. Je hebt gewoon die hele creatieketen. Daarom was het ook best een complexe vraag. Mm-hmm. En er wordt gauw wordt er gegaan naar de ontsluiting en de podiumkunsten. Maar dat is één aspect. Hè? En overigens daar denk ik dat er ook veel ontwikkelingen gaande zal blijven. Maar dat het ook niet raar is dat nu de focus even tussen haakjes is op, we kunnen weer. Dus ja, dat gaan we eerst maar eens even doen. En dan kijken we weer naar wat het bredere, grotere plaatje voor de toekomst is. Ja, dat is ook een kans in de zin dat in bepaalde sectoren publiek engagement echt een vraagstuk is. En waar je eerder was je gewend voor corona, maar misschien ook voor corona, dat je bijvoorbeeld naar een voorstelling of een concert gaat, dan ga je 1, 2 of 3 keer per jaar of elke maand. En dan gebeurt niks in de tussentijd. Nou, nu mensen zijn gewend eigenlijk om hun energie, tijd en middelen te spenderen in andere vormen van entertainment. Dus de vraag is niet, is niet of. We gaan naar een concert of we kijken naar online bijvoorbeeld. Maar de vraag is dat, oké, hoe kan ik online inzetten zodat deze persoon, een gebruiker, publiek, ook vaker naar het theater komt, vaker naar een concert, beter, meer engaged is tijdens een concert. Misschien heeft een community opgebouwd online waarmee een concert kunt komen. Dus nogmaals, is een meer een terechte vraag, maar is weer een vraag over de digital facelift waar we hadden. Gaan we weer terug naar, moeten we weer, nu hebben wij dit, de andere is niet meer nodig. Nou, de andere is wel nodig, wilden wij dit laten groeien. Dan wil ik eigenlijk tot slot nog vragen. Ik kan me voorstellen dat er in de chat nog mensen zijn die persoonlijke meningen of ideeën in ieder geval aandragen. Ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die dit rustig gaan lezen nog en dan ook nog een nabrander hebben. Waar kunnen zij naartoe schrijven of jullie vinden? Nou, een aantal van hen zullen waarschijnlijk de beleidssecretarissen kennen. Dus daar kunnen ze naar mailen. En de anderen kunnen gewoon hun vraag richten aan secretariaat@cultuur.nl. Okay. Dan zullen wij dat kanaliseren. Mooi, dankjewel. En zoals Esther Hammelburg in de chat zegt, en nu aan de slag. Nou, dat is natuurlijk ook weer zo. Ik wil jullie hier aan tafel heel erg bedanken. Christel Balen, Ilona Haier, Edo Rigini. En natuurlijk ook zojuist aangeschoven Barbara Wolgensberger. Inmiddels alweer in de hoek verdwenen. Maar heel erg bedankt allemaal voor jullie bijdrage aan tafel. Mijn naam is Daan Warnas. En natuurlijk jij heel erg bedankt voor het kijken, voor het actief meedoen in de chat, voor het stellen van goede vragen en op een goed vervolg van dit advies. Dank jullie wel.